Een brand heeft woensdagavond gewoed in een boerderij bij Kekerdom. Niemand raakte gewond door het vuur, maar de boerderij heeft wel schade opgelopen. Om de brand te blussen heeft de brandweer delen van het dak opengemaakt om zo het vuur te bereiken. Op donderdag was dat alweer dichtgetimmerd. Rond 6:15 in de avond werd het vuur gemeld. De brandweer constateerde ter plekke dat de schoorsteen een rol gespeeld heeft in het ontstaan van de brand. Het pand in kwestie is een woonboerderij uit 1901 aan de Botseweg, de verbindingsweg tussen Leut en Millingen aan de Rijn.